Welkom bij een nieuwe On The Review, waarin we terugkomen op enkele fases van speeldag 25. En dat doen we met Frank de Bleker. Dag Frank. Dag Peter, hallo. Frank, allereerst, hoe is het met Erik Lambrechts na dat ongelukkige incident gisteren, die bal in zijn gezicht bij Charleroi Anderlecht? Ja, de info die we gekregen hebben van Erik is dat hij na de wedstrijd naar het ziekenhuis is gegaan. Hij heeft daar een aantal tests ondergaan en die waren redelijk positief in de vorm dat alles normaal was. Dus hij is gisteravond ook naar huis kunnen gaan en alles wordt nu verder opgevolgd. Ja. Wens hem zeker veel en snel beterschap. Dat doen we zeker. Dank u wel. Dan gaan we het hebben over de twee meest besproken fases van afgelopen weekend. Laten we beginnen met die in Club Brugge-Eupen. Vroeg in die wedstrijd, minuut 4 is het, als Simon Mignolet de doorgebroken Regal Charles Cook van Eupen tegemoet loopt, net buiten de 16, neergaat en de bal lijkt even zijn hand te beroeren. Bij Eupen vinden ze dat nog altijd rood voor Simon Mignolet. Een fase die de wedstrijd een ander beeld had kunnen geven natuurlijk. Ja. De VAR vond dat niet en scheidsrechter Jan Boterberg ook niet. Wat vinden jullie? Wij gaan akkoord met de beslissing van de scheidsrechter. Ik ga ook uitleggen wat wij geconstateerd hebben met die beelden. Uiteraard hebben we de beelden van dichtbij bekeken en wij zien dat Simon Mignolet eerst de bal op zijn rechterbeen raakt. Dus het is een soort deflectie. Mm-hmm. En daarna is er een contact met de arm. Maar je moet weten dat als er een deflectie is, als de bal van zijn eigen lichaam komt en dan de arm raakt, dan is dat eigenlijk geen fout. Het is niet foutief. Het is wel foutief als er een duidelijke beweging is van de arm naar de bal. Mm-hmm. Maar dat is op de beelden niet waar te nemen. Dus wij volgen daarin het oordeel van de scheidsrechter uiteraard. Ja. Tweede fase is het moment in Union tegen Westerlo in blessuretijd, waarbij Mathia Frigan neergaat aan de rand van het strafschopgebied, bij het binnenkomen van het strafschopgebied, na een contact met Kevin McAllister. De scheidsrechter is Kevin Van Damme. Die ziet er geen graten in, die laat begaan. Maar Brent Staes in de VAR wel. En uiteindelijk legt Kevin Van Damme de bal op de stip. Westerlo scoort en Union verliest twee belangrijke punten. Ja. Wat vinden jullie van die fase? Want eerlijk gezegd, veel mensen vinden dat een beetje om te lachen, Frank. Mm-hmm. Ja, uiteraard hebben wij die fase van dichtbij herbekeken. Onze mening is dat we in deze situatie, en het is geen makkelijke situatie voor de VAR ook, waarom? Omdat ze een eerste beslissing moeten nemen van eerst te kijken, is het contact of de fout in het strafschopgebied of erbuiten. Ze hebben gezien dat het erin is, zoals gezegd. En dan de tweede situatie is het beoordelen van het contact. Hier vinden wij persoonlijk dat het niet nodig was om de scheidsrechter naar het scherm te laten brengen. Want het is een soort gewone botsing. Ja. Inderdaad, wij vinden daar ook weinig fout aan. Dus is het beter om geen VAR-interventie te geven, de scheidsrechter niet naar het scherm te laten komen. En al dus ook dat de eerder genomen beslissing van de scheidsrechter wordt bevestigd. Mm-hmm. Kevin Van Damme had ook nog bij zijn beslissing kunnen blijven, ondanks dat hij gaan kijken is, toch? Ja, inderdaad. Maar dat heeft hij niet gedaan. Nee. Oké, goed. Dank voor je uitleg, Frank. En u, bedankt voor uw aandacht. En graag tot de volgende keer. Mm-hmm.